Mijn dochter Katja is jarig en ik ben wel blij dat ze jarig is en ze is 22 jaar geworden. Ja, ook dat ken je. Gewoon roerbakken tegenwoordig. Sla. Wat voor sla dan ook. Je kent roerbakken. Hele goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer vrijdag 28 augustus. Mijn dochter Katja is jarig en ik ben wel blij dat ze jarig is en ze is 22 jaar geworden. Maar ja, helaas kan ik en mag ik niet bij haar komen. Waarom is mij ook nog steeds een raadsel, maar oké, zij is ook autistisch, zwaar autistisch met een achterstand. En de ene keer wil ze wel, de andere keer wil ze niet. Ze heeft ook knipperlichte relatie met iedereen. Ja, wie dan ook. Maakt niet uit. De ene keer wil ze wel iemand zien, de andere keer wil ze niemand zien. Nou ja, oké. Maar, kan de pret niet boeien? Nee, ik krijg ook vandaag visite. En dat is niemand anders dan onze eigen echte Corrie. Dus dan ben ik helemaal weer blij en in mijn zas mee, dat die komt om een uur of 12. Dus ik moet voor die tijd wel rijk uitgelaten hebben. Ja toch? En ik ben daarom weer keurig netjes gekleed. Ik heb er nou een bijpassende t-shirt erbij weten te vinden in mijn kast. Dus ja, helemaal toppie. Hij staat trouwens niet echt helemaal zuiver, helemaal de camera, maar daar kan ik ook niks aan doen. Dan ga ik een beetje omhoog. Zo. Maar in ieder geval komt het allemaal goed. Het komt ook natuurlijk omdat ik die camera heel vaak op mee heb. En dan gaan die poten weer heel anders staan dan dat ze behoren te staan. Maar oké, ik ga lekker rijk uitlaten. En het is raar vreemd weer. Van gaat het nou regenen of gaat het nou niet regenen? Ik weet het niet. Ik wil er ook één in, dus die zal ik er ook even in laten en even eentje wegsturen. Eeuwen even weg. Ja, eeuwen even weg. Huppata. Raam open. Kom maar. Goed zo. Blijf jij binnen. Ja. Eeuwen, Rijka, wat ben jij nou? Kandeltje. Waar is Kando? Oh, daar is Kando. Hé, je krijgt ook zo eten. Maar vrouw, je gaat eerst even mooi wandelen met Rijka. Ja. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen genieten. Ja, het zonnetje komt nog een beetje door. Woepie, kan helemaal goed komen nou. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ben nog steeds alleen, maar ze komt eraan. Ja, ze was in de file geraakt. Ja, dat kan gebeuren, hè. Ook door de week. Ze kan nog gebeuren. Ze zat bij Alkmaar, dus ja. Ze is in aantocht. We weten enkel nog lang niet hoe laat het exact gaat worden. Maar doet er niet toe. Ik heb in ieder geval alweer een zilveren award klaargemaakt voor 1 september. Ja. Van de nacht, moet ik even niet liggen. Oh jee. Of dag heet. Weet ze niet. 31 dagen heeft augustus. Mooi. Dus van 31 augustus op 1 september, 's nachts om 00:00, zet ik de zilveren award weer klaar voor een lieve dame in de groep van 50 plus. En dan komt dat helemaal wel weer goed. Ja, die heeft hem dikke dwars verdiend. Echt wel. Maar oké, wij wachten keurig netjes nog af totdat Corrie er is. En ik ga nog even wat doen. Ja. Anders weet ik het ook niet, anders vervel ik me, hè. Ja, ik durf eigenlijk geen grote projecten te doen, zoals een vlog in elkaar te zetten. Dat durf ik nou niet aan te beginnen.
Ja, en dan heb ik ook nog een kans dat vanavond Karen en Roderick komen. En Karen die heeft wat gekocht voor mij. En dat is een nieuwe tongpiercing. Dus ik zal ook dan mee aan de gang gaan. En ik hoop dat het haar te gelukken gaat. Maar dat zien we dan allemaal wel. Dat merken we wel. En ik... ik ga nog eventjes wat doen, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doorgaan. En tot later. Doei! Ja, lieve vrienden. Ik ben blij, hè. Dat weten jullie al. Ja, ze zitten hier al een tijd. Jazeker. Hi, Corrie. Hallo, ik ben Corrie. Ja, dat weten ze al. Oh. Ze kennen je al. Je bent vaker op de vlog geweest, hè? Ja. Nou, ik heb het weer gered. Ondanks alle files. Vanuit Lisse heb ik een file gehad. Tot en met tot Bennebroek. En toen kwam ik eindelijk op de randweg bij Haarlem. 70 kilometer. Alkmaar bedoel je, denk ik? Nee, eerst bij Haarlem. Oké. Okay. En dat ging goed. Netjes 70 gereden. Op een gegeven moment kom ik op de grote weg. En het was druk op de weg. Of het komt omdat het vrijdag is, weet ik ook niet. Maar het was druk op de weg. En dan kom ik... voorbij Alkmaar. En dan kom ik weer in. Nee, kom vlak voor Den Helder. En dan sta ik weer in de file. Nog erger dan in Zuid-Holland. Ja, de file naar Texel toe. Dus ik heb denk in het begin. Ik zit de rit wel uit, maar ik zag zo'n lange rij voor me staan. Ik denk, nou, bij de eerste afslag ga ik linksaf. En dan nog eens een keer linksaf en dan rijd ik terug. En dan ga ik via Schoten en het station ga ik naar het adres van Corine. Zo gezegd, zo gedaan. Daar heb ik een hoop tijd mee gespaard. Haha, toppie. Ja. Helemaal geweldig. En ik heb weer een ander stukje van Den Helder gezien. Ook dat nog, ja. Wat ik de hele tijd niet gezien heb. Ja, dat was erg leuk. Ja, achteraf. Ja, nou ja, zo maak je van alles en nog wat mee, ja toch? Als je het me na kan vertellen. Als je het me na kan vertellen, ja hoor. Nou ja, en dan komt vanavond Karen en Roderick weer naar Den Helder. Want Karen moet natuurlijk weer werken, logisch. Ja, en Rijka die is ook lief. Hey. Roderick komt ook mee? Die moet er brengen, hè. Die moet op en neer peddelen. Oh. Want die heeft ook zijn eigen werk. En die heeft de dieren, die moet ook voor de dieren zorgen. Oh, die Roderick. Ja, want Karen die blijft slapen in Den Helder. Dus, maar oké, lieve vrienden. Maar Karen kan dan toch ook met openbaar vervoer komen? Dan is ze nog langer onderweg. Ja, dat dan wel. Met een auto. Nou ja, en daar word je ook moe en gaar van. Dus al die mensen, ze moeten de hele avond staan achter de bar. Ja, dat is waar. Dus ja, dat is een beetje te vermoeiend. Nou, het is wel lief voor Roderick dat hij dat doet. Ja, maar daar ben je getrouwd voor, hè. Het is de man en die heeft het maar te doen en brengt wel weer geld in het laadje. Ja. Ja. Toch? Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Haakjes. Ja, jullie zien me lekker niet. Nee, maar nu wel. Ik heb dus een siepeltje en nog twee. Ja. Rijker die springt net in het raamkozijn. En wat ik klaargemaakt. Nou, ik heb die gehakt. Dit is margarinde gehakt. En ik heb een blik met boterbonen. Ja, die kan ik hier nergens krijgen hoor. Althans, hier in het centrum niet. Dus misschien dat kunnen in een andere wijk in een winkel wel krijgen, kopen. Want je krijgt tegenwoordig niks meer. Maar dat ik het dan wel kan vinden, dat weet ik dus niet. Maar we beginnen dus met siepeltjes snijden. Althans, schilletjes eraf halen. Dus ik die even daar neer. De ene doet het op die manier en de ander doet het op die manier. Ik doe het gewoon op deze manier. Ja, gewoon ouderwets. En dan zeggen ze wel, ja, maar je krijgt tranen. Wat tranen? Dan hang je met je neus erboven. Dan moet je niet met je neus erboven gaan hangen. Karen die doet het weer op een andere manier. Die doet het weer op een andere manier. Jij doet het weer op een andere manier. Ik doe het zo. Maar je moet niet met je neus erboven hangen. Dat geldt voor iedereen. Ga je met je neus erboven hangen? Ja, dan ga je natuurlijk huilen. En dat wil je niet. En vooral wij vrouwen niet, want we hebben make-up op en dan loopt je make-up uit. Ja.
Moet je dat weer bijwerken voordat je gaat eten, want je wilt altijd netjes aan tafel komen te zitten. Maar ik heb nooit geen last dat ik huilen moet, nee. Dus ja, dan hang je er gewoon boven en dat moet je gewoon niet doen. Nee, dat is helemaal verkeerd. Zo, ik heb nergens geen last van. Zo, dat kan weg. Dat gaan we even weggooien. Zo. Die kan dan omgespoeld worden. Even daar naartoe. Wat ik ook heb ik ooit gekocht bij een firma hier, tenminste bij een winkel hier in de stad, die een gekleurde voorgevel heeft gekregen. Dat is gewoon roestgestaal. Daar was je handen mee onder de kraan. En dan is de geur van de uien eraf. Maar dat doe ik straks wanneer ik klaar ben met natuurlijk snijden. Maar eerst even. Hup. Hup. Even die. Zo. Ik heb een schoon aanrecht doekje. Dus daar droog ik me even mee af, zodat hij niet te nat is. Hup. Die zijn ook gelijk omgespoeld. Oh, ik denk, wat hoor ik nou weer? Is Rijk aan het piepen met een piepdingetje. Hup, hup. Nou ja, ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Ik weet het niet. Zomaar even. Ja, en ook iedereen doet dat weer anders, het snijden. Ik kan dat sneller niet. Dan ben ik bang voor mijn vingertjes. Ja, ik heb niet veel geleerd. Dus dan doe je het maar langzamer. Komt het ook toch goed? Ja. Zo, die nog even. En dat zit onweer in de lucht. Ook dat nog. En dan kan ik wel weer merken aan mijn hoofd. Maar ja, nu zijn we met eten bezig. Even beter Nederlandse taal. Maar ja, het is maar wat je gewend bent. Zo. Hoppata. Nou, dan pakken we die. Nou, zo gaan we dus uitjes snijden. Straks gaan we dat bakken in de zuurpan. De zuurpan heb ik bewust niet afgewassen, want ik had daar gisteren gebakken aardappeltjes met andere spullen doorheen in. En ja, dat sap is natuurlijk ook lekker, dus dat wil ik behouden. En dat komt hier dan ook weer doorheen. Zo. Doen we er enkel een beetje vet erbij. Nee, niet tenminste vetolie. Nee, heb ik niet meer. Ik moet de boter gebruiken. De vloeibare hoor. Zo. Hup, 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 hup. De laatste. Dan kun je wel vragen waarom zoveel. Nou ja, dat is ook veel. Dat rul ik. Ga ik lekker rullen, maar eerst de uitjes, de schiepeltjes, ik zeg altijd schiepeltjes. Maar voor degene die geen Friestalige kan, daar is het een uitje voor. Ja. En dan heb je gelijk een paar dagen. Want daar ook, dat zijn boterboontjes en dat is voor een heel gezin. Nou, ik ben maar alleen. Dus. Zo. Zo. Nou, ik ga de uitjes dus zo bakken. Gewoon in de zuurpan.
Nou, daar zit van, nog van gisteren in. Dat spul, dat vet. Dan gooi ik zo meteen de uien in. Ik zet hem natuurlijk eerst aan. En dat hij warm wordt. Dan gaan de uien erin. Dat ga ik kruiden. Als die lekker bruin zijn. Dan gaat de gehakt erin. Dat rul ik er doorheen. Als dat ook helemaal klaar is. Dan gaan de boterboontjes er zonder vocht er doorheen. Hoef je er verder niks bij. De eerste dag. Maar de tweede dag doe je er bij wijze van spreken rijst bij. Of spaghetti. Of bami. Of je doet er noedels er doorheen. Whatever. Of je eet het weer zo. Ja, en zo is het ook gezond. Ja hoor. Dus ja, ik laat het jullie straks wel weer zien. Maar anders wordt de vlog te lang. Dat wil je ook niet. Dus ik laat het jullie straks wel weer zien. En ik zou zeggen, bon appetit hè. Ja. En een lekker glaasje wijn erbij. Ik heb momenteel nog koffie. Dus ik laat het jullie straks wel zien. En ik ga eerst nou even genieten van mijn koffie. Dan ga ik weer verder. Ik zou zeggen, tot later. Ja, en dan hebben we net een startbui gehad. Er stond daar een auto en Kandal die heeft er mooi onder gescholen. Ja, een hele beste startbui in één keer. Maar, waar ik jullie ook weer voor heb gepakt, is deze Supan met inhoud. Had ik er nog bij gedaan, dan enkel die witte bonen en gehakt en ui. Dat hekken door hebben we bijgedaan. Dus dat gaan we nog even lekker mengen, want er zit nog ijs op en alles. Dan heet tenminste een kleurtje erbij. Ja, ook dat ken je gewoon roerbakken tegenwoordig. Sla, wat voor sla dan ook. Je kent roerbakken. Ja hoor, ken je allemaal. Dus ja, probeer het uit, zou ik zeggen. En een smakelijk eten. Ja, ja. Ja, lieve vrienden, Karen en Roderick die zijn ook net geweest. Karen heeft mij geholpen. Ik heb mijn nieuwe tongpiercing erin. Ik ben helemaal blij. Ja, het is een mooie. Een rood steentje zit erin. En van onder is het goudkleurig. En deze behoort mooi te blijven. Dus ja, ik ben benieuwd. Maar zij kan me in ieder geval helpen. Om, als ik weer eens een keer een nieuwe moet, om die erin te doen. Maar ik ben hier heel erg blij mee. Ja, ik zit aan een wijntje, dus mijn tong is een beetje rood aangevlagen door mijn rode wijn. Moet kunnen. Ja, en ik ben happy. Ja, ja, ja. Zie je, Lonka. Ik kan ook blij zijn hoor, schat. Ja, ik kan heel blij zijn. Ik kan er ook blij uitzien. En ik hoop dat dat nou gelukt is. Ja. Dus lieve vrienden allemaal, ik ben gewoon nou blij. Ja, enkel mijn haar, dat zit geloof ik voor geen meter. Ik heb ook wel weer hoofdpijn, moeten jullie weten, want ja, er zit weer eens een keer onweer in de lucht. En ik was aan een kant ook bang. Ik denk, nou dat gaat behoorlijk veel pijn doen, want het wil niet los, weet je. En ik had al zelf een paar keer vandaag zitten te wrikken en te doen, maar dat wou allemaal niet. Ja, ik ben recht, dus ja, en daar zit artrose in, dus je hebt ook niet iedere keer veel kracht. Dat op een gegeven moment een hele streep erin, door die pen die door je tong heen gaat. Nou, ik kreeg hem gewoon niet los, al was het nog zo, hè. Maar Karin, die had hem zomaar los. En dan nog wel aan de onderkant, waar die kalk aanslag zat. Maar er mag geen kalk opkomen, of je nou wel of niet poetst. Of je nou spoelt met dat spul of niet, maakt niet uit. Als je dat allemaal niet doet, nou, ik hoef geen tanden te poetsen, want ik heb geen gebit in mijn mond. Nee. Ah, en ik spoel met water, want ik moet s'avonds medicijnen ook innemen. Dan moet ik sowieso mijn mond spoelen, want die medicijnen, daar kan ik schimmel van op mijn tandvlees krijgen, op mijn gehemelte en op mijn tong. Nou, dat wil je niet. Nee. Dus ja, ik heb, dan moet ik ook dat spoelen. Simpel. Maar dan hoef ik niet dat spoelwater, wat hartstikke duur is, hoef ik dan niet te gebruiken. Ik heb nog een klein beetje, dus dat ga ik opmaken. Mijn jurk die zit scheef, of mijn t-shirt zit scheef, maar dat maakt ook allemaal niet uit. Mag de pret niet drukken? Nee. Maar ik ben blij, zo blij, dat mijn neus voor voren staat en niet opzij. Zo goed, Jolanka, ik hoop het, schat. Maar oké, toppie, ik ga er weer van tussen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet ervan.
En voor later natuurlijk wel rusten, lekker slapen met mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen. En dan bidden, hopen, voordat het morgen knap weer is. Want ja, lieve vrienden, dan kunnen we daar even naartoe. Ja? Kunnen we daar even naartoe? Zo niet, ander jaar weer. Ja hoor, ik laat me er niet voor nat regenen. Nee. Dan ga ik liever even bij mijn broer en mijn schoonzus op visite als die al thuis zijn. Maar dat merken we dan wel weer. Ja, gewoon eens een keer onverwachts heen gaan is ook altijd leuk. Ja toch? Nou, ze zeggen lieve vrienden, tot later, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!